All right. Wat blieft? Nee, alleen Windows homepage. Nu de aftelklok. Test, test, 1, 2, 3, hallo, 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 test, 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 1, 2, 3, hallo, hallo, hallo. Staat het te sterk. Goedemorgen. Ik hoop het. Ja, ik hoop het niet. Ik vond wel straf dat we eruit gegooid worden. Normaal YouTube eerst en dan Facebook die er pas. En het is allemaal via sportwerk de muziek, dus ik vind ja.
welkom bij Seniorengym. Vandaag gaan we een aantal leuke dingen doen. Wat hebben wij nodig vandaag? Een stoel en ons matje. We gaan eerst recht staan, een 15-tal minuten opwarmen. Klaar! We gaan rustig beginnen met stappen. We gebruiken de armen mee. Goed stappen. Met de armen mee, kleine lichte bewegingen. Twee armen gelijk. Nog niet boven onze schouder komen, gewoon rustig aan. Blijven stappen, armen mee naar voren. Nu gaan we dadelijk onze linkerarm stil houden. En rechts blijven bewegen. Linkerarm stil, rechts blijven bewegen. Goed stappen. 5, 4, 3, 2, 1. Gaan we wisselen, rechts stil, links bewegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Armen los. Nu gaan we dadelijk met ons rechterbeen omhoog stappen. Omhoog stappen. Dus knie goed omhoog. 2, 3, 4, 5, 6. Oei, ik verdwijn een beetje. 7, 8, 9, 10. Andere been, net hetzelfde. Dus omhoog, stap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. We gaan weer wandelen. We gebruiken de armen mee. En we zijn vertrokken. Kom op. Fijne wandeling aan het strand. Oké, nu gaan we dadelijk onze rechterhiel tegen onze poep tikken. Afwisselend, links, rechts, daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu gaan we rechts alleen 10 maal doen, daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En de andere kant, daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10, we gaan wandelen. Goed stappen ter plaatse. De armen gaan weer mee. Kleine bewegingen maken met onze armen. Nu brengen we dadelijk de armen ter hoogte van onze schouders. En nu gaan we afwisselend rechts omhoog, links omhoog. Daar gaan we. 1, 2, goed blijven stappen. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 en 10. We blijven stappen, handen ter hoogte van de schouders. Dadelijk gaan we met twee armen omhoog. Klaar, daar gaan we, omhoog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 en 10. Oké, armen omlaag. Nu gaan we dadelijk open, toe. Open, toe. En weer terug. Open, toe. Open, toe. Open, toe. Open, toe. Open, toe. Open, toe. Gaan we iets sneller doen. Open, toe. Open, toe. Open, toe. Open, toe. Open, toe. Open, toe. En weer open. Toe, open, toe. Nog iets sneller. Open, toe. 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 Nu gaan we nog iets sneller en we gaan met twee armen naar voren. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
En omhoog, 7. 8. 9. 10. En stappen ter plaatse. Oké. We gaan dadelijk zwaaien met onze rechterhand omhoog. En weer omlaag. Kleine ronde beweging maken. Daar gaan we. 1. 2. We blijven stappen. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Gaan we wisselen, andere arm, daar gaan we. 1. 2. 3. Blijven wandelen. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Nu gaan we met twee armen gelijk, maar in plaats van wandelen gaan we een lichte loopas doen. Daar gaan we twee armen gelijk. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Oké, gaan we terug wandelen. We gaan onze rechterarm naar voren draaien. Grote, lange armen maken. Grote cirkels draaien. Daar gaan we. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10, andere arm, daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, blijf stappen, 9, en 10. Nu gaan we beide armen naar achter draaien, maar we gaan kleine cirkels maken. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, en 5, 6, 7, 8, 9, nog eentje, en 10. Oké, we gaan de twee handen op elkaar leggen. En we gaan afwisselen, linkerknie, rechterknie. Daar gaan we, beginnen met rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, doen we een tweede maal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. We gaan iets groter staan en we gaan schuin voor beide handen. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5. Goed uw knieën omhoog brengen. 6, 7, 8. 9, 10, tweede maal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en ter plaatse stappen. Denk aan je armen mee. Het zal. En we blijven stappen, de armen. Houden we stil en we gaan kippenvleugeltjes doen. Omhoog en omlaag. Korte bewegingen, daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. We blijven boven, handen open. Gaan we naar voren duwen en terug naar achter. Naar voren en terug naar achter. Daar gaan we. 1, blijven stappen. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Armen weer even los. Benen open. Gaan we links, rechts, rechts, links.
We gaan starten met rechts, dus daar gaan we allemaal op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doen we een tweede maal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en wandelen. Denk eraan je armen goed meenemen. We gaan nog even stappen. Die kippenvleugels van daar juist. Dan gaan we dadelijk opzij stappen. Open, toe, open, toe, open, toe, open, toe. Dan gaan we iets sneller doen. Klaar, daar gaan we. Open, toe, open, toe. Open, toe, open, toe. Open, toe, open, toe. Open, toe, open, toe. De laatste maal heen. De laatste maal terug. Oké. We gaan onze stoel erbij nemen. Die mag je erbij nemen nu. Misschien de camera iets lager doen. Oké. We nemen de stoel goed vast. Ja. We gaan starten met de hielen van de grond te tillen en weer neer te zetten. Dus neem de rugleuning van je stoel goed vast en je hielen goed omhoog. Omhoog en omlaag. Daar gaan we. 10 maal. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 en 10. Heel goed. Gaan we been iets breder zetten. We nemen de stoel goed vast. Nu gaan we met ons borst een klein beetje naar onder en naar boven. Dus goed de stoel vasthouden. Uw benen goed breed zetten. 10 maal. Daar gaan we. 1. 2. Heel goed. 3. Hou de stoel goed stevig vast. 4. 5. 6. 7, 8, 9 en 10. Oké. Ik ga starten met mijn rechtervoet. Ja. Die ga ik tegen de voorste tikken. Voorste tikken. En terug. Daar gaan we. 10 maal. 1. En terug. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9 en 10. We wisselen van kant, andere kant. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 en 10. Oké. We gaan zitten op de stoel. We zitten op de stoel en we gaan weer recht staan. Gaan we 10 maal doen. Zitten. En recht. Zitten. En recht. Zie dat je benen goed open zijn. Daar gaan we. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. We blijven zitten op de stoel. We nemen de zijkanten goed vast, tegen de rugleuning gaan zitten. En we gaan starten met ons rechterbeen naar voren te strekken en te plooien. 10 maal rechts, 10 maal links, 10 maal met 2 gelijk. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Wissel, andere kant, daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7,
8, 9 en 10. Oké, dadelijk gaan we met twee gelijk doen. Zie dat je goed met je rug tegen de rugleuning zit. Handen goed vasthouden. Daar gaan we twee gelijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, voeten op de grond. Gaan we de twee handen tegen elkaar doen. Ja. Gaan we de stoel tikken en terug tegen de rugleuning. Hele korte beweging voor de buikspieren. Dat gaan we 10 maal doen. Daar gaan we. 1, 2, 3. Volledig terug tegen de rugleuning. 4, 5. Span je buikspieren op. 6, 7, 8, 9 en 10. Oké. Nu gaan we links, rechts. Start rechts aan. Rechts tikken. Links tikken. De handen blijven nog steeds tegen elkaar. Je tikt. Komt tegen de rugleuning. Je tikt. En je komt tegen de rugleuning. 10 maal, daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en de laatste 10. Oké. Dan gaan we de handen open doen. Dan gaan we links-rechts van de stoel doen. En we gaan zakken. En zakken. Dus we gaan redelijk diep zakken. We wisselen rechts, links. We starten met rechts. Klaar? Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nog eentje, nog eentje, nog eentje. En 10. Oké, we gaan weer recht staan achter de stoel. We gaan starten met rechts. Gaan we op de stoel zetten. En er terug af. 10 maal, daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 10. Wisselen. Andere kant. Daar gaan we. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En de laatste 10. Oké, weer. Daar straks hebben we de hielen omhoog gedaan. Nu gaan we de omgekeerde doen. Nu gaan we de tenen omhoog trekken. Daar gaan we. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Oké, we gaan starten met rechterbeen. Die gaan we opzij omhoog zwaaien. Dan gaan we 10 maal doen. Rechts 10 maal doen. Links, daar gaan we. 1. 2. Houd de stoel goed stevig vast. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Binnen even losgeren. En de andere kant, daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, we gaan weer goed breed staan. En straks hebben we open gedaan. Nu gaan we de elleboog goed tegen het lichaam houden. En gaan we naar beneden duwen. Als je niet verder durft dan hier, is dat prima. En terug omhoog. 10 maal, daar gaan we.
1. Elleboog goed tegen het lichaam houden. 2. 3. 4. 5. 6. Heel goed. 7. 8. 9. Nog eentje. En 10. Oké, we gaan weer zitten op de stoel. Dan gaan we de voeten naar voren strekken. Ik hoop dat iedereen mijn kleine tenen juist kan zien. Dan gaan we bovenop. Bovenop. Yes. Daar gaan we. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. In plaats van er bovenop gaan we er tegen tikken. Gaan we er tegen tikken. Daar gaan we. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Nu gaan we goed tegen de rugleuning zitten. Dan gaan we diezelfde oefening doen, maar met de benen in de lucht. We gaan starten met rechts. Daar gaan we. 1. 2. 3. 4. Even volhouden, ik weet, dat is een fijne oefening. 6. 7. 8. 9. En 10. Even voeten op de grond. Dadelijk de tweede oefening. De tweede oefening is tikken. Open. Tikken. Open. Iedereen klaar? Daar gaan we. We starten met rechts. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9 en 10 voeten neer. Oké, heel goed. We gaan ons rechtervoet op onze linkerknie zetten. Ja. Gaan we een mooie rechte rug maken. Handen er tussendoor. Dan gaan we naar onder en terug omhoog. Daar gaan we. 1. Hele comfortabele houding, ik weet het. 3. 4. 5. Kom op. 6. 7, 8, 9 en 10. Gaan we wisselen. Andere voet bovenop. Terug de handen tegen elkaar. En er tussendoor. Daar gaan we. 1, 2, 3. Niet vergeten. Fijne oefeningen. Blijven glimlachen. 5, 6, 7. 8, 9, nog eentje, en 10. Oké, we gaan weer van achter tegen zitten. We gaan lange benen maken en gaan we kruisen. Kruisen, iedere keer op de grond zetten. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10, dezelfde oefening nu in de lucht. Daar gaan we. 1, 2, goed van achter tegen zitten. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, we zetten de voeten op de grond. Nu gaan we dadelijk 10 keer rechts omhoog, 10 keer links omhoog. Daarna gaan we 10 keer met 2 benen omhoog. Dus je mag van mij van voor recht komen zitten of je mag van achter tegen de rugleuning gaan zitten. Wat voor jou het aangenaamste is. We gaan starten met rechts. 3, 2, 1. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Andere kant. Daar gaan we. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Even rust, schud maar met die benen. Dadelijk 2 gelijk, dat gaat even afzien worden. Maar we gaan dat op rustig tempo doen, dat we daar maximaal van kunnen genieten. 2 gelijk, daar gaan we. 1, zet maar neer. 2.
3, 4, 5, 6, heel goed, 7, 8, 9, en we houden vast voor de verrassing, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nog even volhouden, 8, 9, en 10, oké, we staan weer recht achter onze stoel. Ik ga de stoel heel even draaien, dat kan ik al laten zien wat we gaan doen. We nemen de stoel goed vast en we gaan achteruit omhoog zwaaien. Klaar! We gaan dat 10 maal doen. Rechts 10 maal, links. Daar gaan we. 1. 2. Probeer je been zo lang mogelijk gestrekt te houden. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Ander been, daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10. Oké, nu gaan we ons been pogen tegen ons poep. 10 maal rechts, 10 maal links, daar gaan we. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Andere kant, daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 10, heel goed. We gaan weer op de stoel zitten. Gaan we de armen open doen, van achter tegen de rugleuning. En gaan we toe doen. En weer op. Dus explosief toe. Net niet tegen elkaar. En rustig op. 10 maal, daar gaan we. 1. 2. 3. 4. Heel goed. 5, 6, 7, 8, 9 en 10. We gaan de handen laten zakken naar onder. Die gaan we naar boven en naar onder. Explosief naar boven en rustig naar onder. Daar gaan we. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, we brengen de handen ter hoogte van de schouders. We hebben die daar straks rechts aan ook gedaan. Open. En toe. Daar gaan we. Naar voren en weer op. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 en 10 armen ontspannen. Oké, we zetten de voeten goed tegen elkaar. Ja, tegen elkaar en je mag een klein stapje open doen. En zo gaan we recht staan en weer zitten. De handen blijven voor ons. 10 maal, daar gaan we. 1 en 2, 3. 4, 5, come on, 6, 7, 8, 9 en 10, armen ontspan. Oké, dadelijk gaan we onze rechterknie omhoog tillen, we houden die vast en we maken een mooie rechte rug. Zo blijven wij 10 tellen. Zitten. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Rustig ontspannen. Andere benen omhoog. En we houden vast. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
aan 10. We gaan van achter tegen zitten. Dan gaan we 2 benen omhoog. En we gaan even vast houden. Mooie recht terug, borst vooruit. En dan gaan we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, benen op de grond. Dan gaan we goed breed zitten, dat we de poten van de stoel kunnen zien. Handen op de knieën, dat we recht staan en weer zitten. Dan gaan we 10 maal doen. Zie dat je op de stoel gaat zitten en niet er langs of niet ervoor, maar echt terug op de stoel. Daar gaan we. 1 en zitten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kom op, 9 en 10. Oké, benen toe. Dan gaan we dadelijk open, open, toe, toe. 10 maal, daar gaan we. Open, open, toe, toe. 2, 3, 4, 5. En we gaan de andere kant beginnen. Nu begint links. 1, 2, 3, 4. Nog eentje. En 5. Oké. We gaan de stoel even wegzetten. Degenen die willen, die mogen even snel een slokje water drinken. En dan mag je je matje in de plaats leggen. Misschien nog een klein beetje naar onder. Oké, is iedereen klaar? Dan gaan wij liggen op ons matje. Helemaal plat liggen. We gaan starten met onze rechterbeen omhoog te tillen en terug neerzetten. Doe 10 maal, daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 en 10. Andere kant, daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Even ontspannen, schud maar eens met de benen. Gaan we datzelfde een tweede maal doen. We starten opnieuw met rechts. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Zetten we goed neer. Andere kant. Daar gaan we. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Even neer. Doen we dat dadelijk een derde maal. Klaar, daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 en 10. Wisselen. Andere kant, daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Beide voeten plat op de grond. Gaan we dadelijk ons poep in de lucht duwen en rustig neerleggen. Niet laten vallen, rustig neerleggen. 10 maal, daar gaan we. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 en 10. Even rustig neerleggen, even ontspannen. 2 maal. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Even ontspannen op die rand. 3e maal. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, even ontspannen. Ik leg de volgende oefening al uit. 2 benen omhoog en gaan we afwisselend de grond tikken. Afwisselend de grond tikken. Klaar. Benen omhoog. En dan gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Even ontspannen. 2e maal. Benen omhoog. En daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Voeten op de grond. 3e maal. Voeten omhoog. En daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Beide voeten op de grond. Heel goed. Gaan we de voeten en knieën tegen elkaar doen. Leggen de handen op de bovenbenen. Dan gaan we met 2 handen zo hoog als je kan. En terug volledig liggen. Dat doen we 1 maal 10 keer. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De laatste kom op. En 10. Even neerleggen. We draaien op onze rechterzijde. Onderste been een beetje plooien. Bovenste been gaan we strekken. Wat gaan we dadelijk doen? We gaan met onze bovenste been intrekken tot tegen de elleboog. En terug uit. We doen dat heel rustig aan. Daar gaan we. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9 en 10. Even ontspannen. Nu gaan we hetzelfde doen, maar we gaan iets hoger met het been. We blijven dat intrekken naar de elleboog. En omhoog. Daar gaan we. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, kom op, 8, 9 en 10. Nu ga je dat been plooien en je gaat dat omhoog strekken en weer plooien. 10 maal, daar gaan we. 1, 2, 3, heel goed, 4. 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, ontspannen. Gaan we wisselen van kant. We draaien naar de andere kant. Onderste been een beetje plooien. Bovenste been gaan we strekken.
gaan we naar onze elleboog brengen. Daar gaan we. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Even ontspannen. Gaan we iets omhoog? Net hetzelfde, daar gaan we. 1. 2. 3. 4. 5. Ja man, volhouden. 6. 7. 8. 9. En 10. Oké, even ontspannen. Dadelijk gaan we ons been gestrekt omhoog. Daar gaan we. Plooien en omhoog. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Oké, ontspannen. We wisselen weer van kant. Ja, ik vind dat fijn aan het teren, zoals morgens vroeg. Twee benen. En we tillen die omhoog en we houden die 10 tellen van de grond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en ontspan. Doen we dadelijk een tweede maal. Klaar, benen omhoog, daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Ontspan. Doen we dadelijk nog een derde maal. Klaar en op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. En we wisselen weer. Net hetzelfde, twee benen gestrekt van de grond. En daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Ontspan. Tweede bal, daar gaan we. En op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Ontspan. Derde maal. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Ontspan. We draaien op onze buik. Komen een aantal van mijn favoriete oefeningen. We gaan starten met onze rechterarm omhoog en omlaag te doen. 10 maal. Daar gaan we. 1, 2, 3. Je mag je hoofd op de grond leggen. Het is alleen je arm dat moet bewegen. 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Even rust. Dadelijk is de andere kant aan de beurt. Klaar. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Armen krijgen even rust. Nu zijn de benen aan de beurt. We gaan starten met rechts. Omhoog. En rustig neerleggen. Niet laten vallen. Rustig neerleggen. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5. Je mag je hoofd gerust neerleggen. 6, 7, 8, 9 en 10. Even rust. Dadelijk is de andere kant aan de beurt. En daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nog eentje. En 10. Oké, ontspannen. Dadelijk strekken wij onze armen vooruit.
Die trekken we in en weer vooruit. Probeer ze niet neer te leggen, gaat het niet anders, dan mag je ze neerleggen, maar liever niet. 3, 2, 1, dan gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en verrassing, boven blijven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en ontspan. Je mag even volledig uitstrekken, volledig gaan liggen. Oké, doen we de armen en de benen open. We gaan starten met onze rechterarm omhoog te doen. Daarna linkerarm, dus we wisselen af. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nog eentje en 10. Even ontspannen. Leg je maar even neer. Nu gaan we alles gelijk doen. Gaan we een ster van de grond. En druk rustig neerleggen. Niet laten vallen. Rustig neerleggen. Daar gaan we. 1. 2. 3. Blijf glimlachen. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Oké. We gaan op ons zitvlak zitten. Handen naast je, een klein beetje achter je, vingers naar voren, hielen op die grond. We hebben die daar straks ook gedaan, nu gaan we die zitten doen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Open doen, nu gaan we tikken, tikken. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Nu gaan we diezelfde oefeningen doen in de lucht. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, volhouden. 7, 8, 9 en 10. Even neerzetten. Dadelijk gaan we in de lucht tikken. Tikken. Klaar. Voeten in de lucht. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. We zetten de voeten neer. We nemen ons rechterbeen vast. Linkerbeen gaan we strekken. We geven dan een knuffel. Je mag dan met twee handen vastnemen. Dan mag je kiezen. En ons andere been gaat van de grond. En die blijft 10 tellen van de grond. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En ontspannen. We gaan wisselen. Andere kant voor. Geef dan een dikke knuffel. Je houdt dan met twee handen vast. Dan mag je kiezen. Het andere been die gaat van de grond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. En ontspan. Oké. De laatste. Pakken we de benen aan de onderkant vast. Voeten van de grond. En we blijven zo 10 tellen zitten. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Nog niet op de grond zitten. We gaan de armen op. En we blijven zitten. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, ontspannen. Heel goed gedaan. We gaan ons rechterbeen vooruit strekken. Gaan we linkerbeen plooien. Ja. Gaan we met dezelfde arm, wat dat been lang is, naar onze voet. Kom je niet verder dan je knie of je bovenbeen, is dat prima. Probeer zo ver mogelijk naar voren te gaan en te blijven zitten. Je andere arm mag erbij, maar dat moet niet per se. 2, 3, 4, 5 en 6. Je komt rustig recht.
Ja. Draai je weg over het been dat geplooid is, zover als je kan naar achter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. We komen naar voor. We draaien weg over het been dat gestrekt is, naar achter of naar de zijkant kijken. Opnieuw 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En rustig naar voren. Gaan we wisselen het andere been naar voren. Net hetzelfde, het been dat lang is. Die arm gaat naar voren. Het andere arm mag erbij, maar dat moet niet per se. Naar voren blijven zitten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rustig ontspan. We draaien ons weg over het been dat geplooid is. Helemaal naar achter. 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. En we draaien weg over het been dat gestrekt is naar achter of naar de zijkant. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En we draaien naar voren. Beide benen naar voren. Gaan we rustig trommelen met de knieën. Rustig aan. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, en 10. We duwen de tenen naar voren. En naar ons toe. En naar voren. Naar ons toe. Naar voren. Naar ons toe. Nog een keer naar voren. En een keer naar ons toe. We gaan afwisselen. Eén van de twee naar voren, één van de twee naar je toe. En wissel. 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 En wissel. Nog één keer. Voilà. Gaan we iets verder open doen. Gaan we wuiven met de voeten. Wuiven, wuiven, wuiven. Rustig aan. Heen en weer draaien. 5, 4, 3, 2, 1. Twee benen naar voren. Mooi recht terug. En gaan we de schouders draaien naar voren. 1, 2. Overdrijf maar. Dat mag goed groot zijn. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, achteruit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10. Handen op de bovenbenen en dan gaan we langzaam naar voren. Een 10 tellen naar voren, of een 8 tellen naar voren. 8 tellen blijven we voor en 8 tellen komen terug. Dan gaan we 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 en 8. We blijven 8 tellen van voor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doen we 8 tellen terug. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, je mag in deze positie blijven zitten. Of je mag in klerenmakers gaan zitten. Dan mag je zelf kiezen. Handen tegen elkaar, vingers in elkaar. En gaan we rustig de polsen draaien. 3, 2, 1. Andere kant. 5, 4, 3, 2, 1. Vingers naar voren. Naar boven wijzen. Hand naar voren, vingers naar boven. En rustig aan trekken. Je arm blijft lang. 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Je draait je hand rustig naar de buitenkant. Vingers naar beneden. Met hetzelfde, lange arm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Andere hand. Vingers naar boven. En naar je toe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Vingers naar onder draaien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Oké, polsen losschudden. Wanneer? Oké. Gaan we rechterarm strekken. Links ronden door. En met links gaat je de schouder vastnemen. Probeer die arm, rechterarm te strekken. 6, 5, 4, 3, 2, 1. En ontspan. Helemaal open. Andere kant. Links naar voren. Rechts ronden door. Je pakt de schouder vast. En probeer de arm gestrekt te houden. 6, 5, 4, 3, 2, 1 en ontspan. Handen op de knieën. Als je lange benen zet,
op je bovenbenen en anders op je knieën als je een kleermaker zit. Mooi recht terug. En gaan we nog links, rechts. Kijk, we starten naar rechts. Daar gaan we. Ja, wissel. 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 Laatste wissel naar rechts. Laatste wissel naar links. En naar voren. Gaan we rustig naar boven kijken. En naar voren. Rustig naar boven. En naar onder. Eenmaal naar boven. Eenmaal naar onder. En naar onder. Dat was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie er net zo van genoten hebben als ik. En tot volgende week.
Goedemorgen iedereen. Ik ben Nathalie. Ik geef Yoga 55 Plus in dienstencentrum De Roerdomp elke maandagavond om 19 uur hier in Ham. En vandaag wil ik graag dat jullie eens een lesje kunnen meeproeven. Yoga 55 Plus, waar we op moeten letten, is dat we zeker gaan navoelen na elke houding. Hier wordt ook elke houding voorgedaan, vooraleer we ze samen doen. Ik zou zeggen, doe eens een uurtje met mij mee. We gaan vandaag op de schouders werken en vooral de borst opentrekken, zodat we ons hart openen voor iedereen, maar ook vooral voor onszelf. Ik zou zeggen, zet jullie gemakkelijk. Moesten jullie een kussentje hebben, mag je dat altijd bij de hand houden. Hou ook een dekentje bij de hand voor de eindontspanning, heel belangrijk. En dan mag je in Sukhasana, in kleermakerszit komen. Degenen die dat niet kunnen, kunnen altijd de benen een beetje vooruit. Dat is even goed. We letten op een rechte rug, kin, beetje putje van de keel, dat we goed op onze zitpotjes zitten. En dan gaan we even rustig aankomen op ons matje. Je mag daarbij de ogen sluiten. En we leggen de twee handen op het hart. En dan gaan we eens even met de aandacht naar ons hart. En hoe ons hart klopt, concentreer je daar even op onder de handen. En maak echt contact met dat hart. We moeten terug meer leren voelen, minder in ons hoofd zitten. En dan ga je ook eens voelen of je die hartslag ergens anders in het lichaam voelt. Sommige mensen gaan die goed voelen, anderen iets minder. En dan ga je ook eens met de aandacht naar de ademhaling. En we proberen die niet te veranderen. Gewoon rustig in en uit door de neus. En je ademt levenskracht in en ademt spanning en stress uit. En dan kan je ook mentaal tegen jezelf zeggen: ik adem rust in. En ik adem spanning uit. En dan mag je de handen rustig op de knieën leggen. Je houdt die ogen nog even gesloten. Dan ga je eens diep inademen door de neus. En een luide zucht adem je uit door de mond. En met elke zucht laat je meer en meer spanning los vanuit het lichaam. Diep in. En adem ook weer al die stress terug uit. Dan nog één keer voor jezelf. En dan leggen we twee handen op de buik, de duim ter hoogte van de navel. Op een inademing ga je de buik helemaal bol maken. En op een uitademing ga je die buik in elkaar laten zakken. In, buik wordt bol. Uit, de buik zakt in elkaar.
Doe je even op eigen tempo. Probeer dit natuurlijke ritme van de adem niet te veranderen. En concentreer je ook hierbij op de beweging onder je handen. Hoe die helemaal vanzelf gaat bij elke in- en uitademhaling. En dan leggen we de handen weer terug losjes op de knieën. En dan mag je heel rustig je ogen weer open doen. We blijven in kleermakerszit. Recht de rug, handen blijven op de knieën. En dan gaan we even rondjes draaien. En we maken die bewegingen zo groot mogelijk. Goed naar voor, naar rechts, achter, links. En terwijl adem je rustig door de neus. Dan gaan we ook eens van richting veranderen. Houden we rustig stil in het midden, terug recht terug. Gaan we een beetje meetrekken aan die knieën en op een inademing gaan we goed de borst naar voren. We kijken lichtjes naar boven. En op een uitademing gaan we de rug bol maken, kin, putje van de keel. Dus in, goed borst opentrekken, voel die ruimte. En uit, we zakken in elkaar. Het is heel goed voor onze wervelkolom te versoepelen. En doe dat ook maar op eigen tempo, het ritme van de eigen ademhaling. En we ademen in en uit door de neus. Een laatste keer. En dan komen we terug naar het midden. Gaan we eens goed inademen. We gaan ons goed opstrekken. Handpalmen tegen elkaar. En op een uitademhaling gaan we naar rechts. Ademen goed in die flank. Op in komen we terug naar het midden. Uit gaan we nu naar links. In, midden. Uit, gaan we nu rechterhand op de mat plaatsen. Linkse arm komt helemaal boven het hoofd. Goed trekken, alsof je aan die vingers wordt weggetrokken. En ademen in die linkerflank. Je mag zelfs onderarm aan de vloer. En adem rustig even door. Dan gaan we terug inademen, goed opstrekken naar het midden toe, goed naar boven. En op uit doen we dat ook langs de linkse kant. Linkerhand op de mat, rechterarm goed wegstrekken. Of heel die onderarm aan de vloer. En goed ademen in rechterflank. Dan duw je terug op, goed inademen, nog eens in het midden.
En op uit gaan we de handpalmen naar buiten draaien. De armen zijdelings laten zakken. Gaan we nog een paar rustige ademhalingen door de neus. Gewoon heel rustig en blijven zitten. En dan komen we rechtop staan. We gaan ons kussentje even langs de kant leggen. Dat kunnen we later nog nodig hebben als hulpmiddel. Dus we komen rechtop. En dan gaan we onze ademhaling doen. Dus ook voor de borsten openen. Je kunt een beetje de voeten op heupbreedte zetten. Dan gaan we rustig inademen door de neus en die armen opentrekken. En op uit komen we terug. Dus in. En uit. Doe een aantal keer eigen tempo. Adem in. Laatste keer in. Dan gaan we dat nog eens doen, maar dan gaan we nog iets dieper inademen. Dus we doen dezelfde beweging. We gaan inademen, trekken goed de borst open. Dan gaan we nog iets verder inademen door de neus en gaan we de ellebogen inplooien. Dan ga je voelen dat er nog meer ruimte komt in de borst. En terug uit. Dus in. Verder in, ellebogen inplooien en terug uit. Nog een voorlaatste keer. En de laatste. En dan komen we rustig terug zitten in Sukhasana, in kleermakerszit. De eerste kriya voor vandaag, kriya's zijn losmaakoefeningen, voorbereidende oefeningen, is voor meer energie, gaat goed voor de schouders werken en als we achteroverleunen gaat dat ook weer de borst openen. Ik ga dat even in zijaanzicht voor jullie doen, dan ga je dat beter kunnen zien. We gaan in kleermakerszit, we nemen de knieën vast, daar kunnen we dan zo wat aan trekken. Dan is de bedoeling dat we achteroverleunen en je gaat voelen het puntje van je staartbeen gaat een beetje als evenwichtspunt dienen. Dan is de bedoeling dat we gewoon de handen loslaten en dat we de schouders naar voren rollen. Dan kunnen we ook rustig terug naar het midden komen. En dat doen we dan terug. Dat doen we een aantal keer. Dus goed, die borst naar voren. En schouders naar voren rollen. Dat doe je gewoon een aantal keer. Terug naar achter. Goed, borst naar voren. En schouders naar voren rollen. En goed vanuit het schoudergewricht werken. Adem ook gewoon door de neus. Nog een voorlaatste keer. En de laatste keer. En dan mag je weer rustig heel even
ogen sluiten. Je kunt terug de handen even op het hart leggen. En voel al eens even na wat die oefening voor jou gedaan heeft. Ook de ademhalingsoefening. Heeft die misschien al meer ruimte in het borstgebied gebracht? En ga ook eens even na hoe voelt je hartslag nu op deze moment. En dan doen we de ogen weer rustig open. Volgende kriya mag in kleermakers zitten. Voor degenen die dat niet meer te lang kunnen, mag ook altijd met de benen vooruit. Dat gaat ook. Of op de knieën eventueel, zou ook lukken. Ook eentje voor de schouders. Een hele simpele. We gaan gewoon de handen naast ons leggen. Ook rustig doorademen door de neus. Het is de bedoeling dat we echt vanuit het schoudergewricht afwisselend de schouder opbrengen. Hierop letten dat de kin het putje van de keel is, dus een beetje ingetrokken. Zo hebben we een goede houding en gaat het hoofd zo niet naar voren vallen. Dus, en dan goed vanuit die schouder. En je blijft maar rustig doorademen. Doen we nog één keer langs elke kant. Dan draai je de schouders maar eens even los. En ook eens naar achter. En dan gaan we de benen voor ons uitschudden. We gaan ze naar één kant zwieren en dan kan je zo in diamanthouding komen. Ik ga het ook weer even zo voordoen. Dus met zitvlak op de hielen. Lukt dat niet, dan kan je daar altijd zoals hulpmiddel een kussentje tussen steken. Dan zit je iets hoger. Je kan daar ook twee kussentjes tussen steken of deze kan ook eventueel recht op de knieën. Het is de bedoeling dat we onze handen in gebedshouding voor ons gaan plaatsen, de armen gestrekt. Dat is ook eentje voor meer energie, de schouders, maar gaat ook de rug rekken. We ademen in. Dan gaan we ons goed opstrekken, goed schouders naar achter, dat we die borst openen. En op uit komen we terug. Ook hier weer bij opletten dat we kin een klein beetje naar achter trekken, dat ook weer niet het hoofd naar voren valt. Want we hebben die neiging om dit te doen als de schouders naar achter gaan. Dus goed schouders naar achter, goed naar boven optrekken en kin in het putje van de keel. Adem in en uit. En dat doe je ook maar een aantal keer op eigen tempo. Dus in. Zal ik het zo ook nog eens voordoen? In. Goed opstrekken. Doen we nog een laatste keer. En dan lossen we. Draai die schouders nog maar eens ontspannen los.
Ook weer in beide richtingen. En dan laten we het zitvlak naast het lichaam vallen. Kunnen we terug in Sukhasana komen, in kleermakerszit. Of eventueel ook weer met de benen voor u. Gaat even goed. De laatste kriya is nog eentje voor de schouders. Dat is eigenlijk een hartverwarmende kriya. We gaan onze handen op de tegenovergestelde schouders leggen. En hier mag je het hoofd wel een beetje mee inkrimpen. Dus we gaan op een inademing nek en schouders naar elkaar toe brengen. Dus schouders naar boven, nek een beetje inplooien. En op uit gaan we ze laten vallen. En gaan we uitademen door de mond. En we gaan daarbij denken dat we onszelf een dikke knuffel geven. Dat hebben we wel eens verdiend. Dus we ademen in. Geven onszelf een dikke knuffel. Hou even die adem vast. En laat dan los. Laat die schouders vallen. Doe ook een aantal keer. Dan gaan we dat nog iets dieper doen. Dus we gaan nog harder de nek en schouders naar elkaar toe trekken. En nu denken we dat we iemand een knuffel geven die we al lang niet meer gezien hebben. Dus we gaan iets goed vastnemen. Zeker in deze coronatijd. Knuffel maar eens iemand die je heel graag nu in het echt zou willen knuffelen. Dus we gaan nog eens inademen. En wrijf daar maar eens bij over de armen. Goed even houden. Voel die rekking. En laat dan los. Doe ook weer een paar keer. Goed wrijven. Goed even houden. Die spanning voelen opbouwen. Nog een voorlaatste keer. En de laatste. Dus goed wrijven. En we laten los. Dan gaan we heel even navoelen in Shavasana. Dus dat is goed benen spreiden. We gaan liggen op de rug. Handen en armen naast het lichaam, handpalmen naar boven. En dan de voeten vallen ontspannen naar buiten. En je drukt je onderrug maar goed in de mat. Schouders ook goed in de mat drukken. En voel eens even na. Voel of er eventueel nog spanningen zitten in het lichaam. En adem daar dan zoveel mogelijk naartoe met een uitademhaling. En voel ook weer even na wat de voorbije kriya's met jou gedaan hebben. Voel je misschien meer spanning of juist soepeler schouders. En dan druk je je maar rechtop op de onderarmen. Dan kan je zo op de knieën komen. En komen op handen en knieën. Dan zijn we aan onze asanas gekomen. Dat zijn de yoga houding. Een basishouding in de yoga. De katkoe. Dus we gaan de knieën op heupbreedte zetten. De voetbogen aan de vloer. De vingertoppen zetten we ongeveer onder de schouders. En we gaan goed die vingers spreiden. Kunnen we goed in de mat duwen. We kijken nog naar de mat. Dan is de bedoeling op een inademing maken we de rug hol. Kijken lichtjes naar boven. En op een uitademing gaan we de bovenrug bol maken. En dan kijken we naar die bovenbenen. En zo wisselen we af. Dus in, holle rug, kijken naar boven. En uit, bolle rug. We kijken naar de bovenbenen. Dat is onze eerste oefening, onze katkoe. Dus je mag met mij meedoen. Zet u goed, knieën op heupbreedte.
De vingertoppen onder de schouders, voetbogen aan de grond, goed die handen in de mat duwen. Kijk nog naar je mat. En dan ga je op een inademing rustig het hoofd lichtjes naar boven brengen, een holle rug. En op uit trekken we die kin, putje van de keel, bolle rug. Kijk naar die bovenbenen. En wissel af. In. En uit. Doe je ook maar op eigen tempo, het ritme van de eigen adem. Op een volgende inademhaling, als we met een holle rug zijn, gaan we het gewicht op onze rechterarm verplaatsen en gaan we linkerarm naar boven trekken. En dan gaan we richting boven wijzen, handpalm wijst naar buiten toe. Trek goed je schouder wat naar achter, creëert ook meer ruimte in de borst. En we gaan rustig even doorademen in deze houding. Ook weer ademen door die neus. En dan komt de hand rustig terug. Doe nog een paar keer terug onze kattenkoe, holle rug, bolle rug. Dan doen we dat dadelijk ook aan de andere kant. En deze houding versoepelt de rug. Die trekt ook borst en schouders open, dus die verruimt de ademhaling. En ook een heel ontspannende houding, ook goed tegen stress. Volgende inademing, verplaatsen we het gewicht linkerhand, maken holle rug. En we gaan onze rechterarm richting boven brengen, handpalm wijst naar buiten toe, beetje schouder naar achter en rustig doorademen. En dan komen we rustig terug. Dan gaan we navoelen in de kindhouding. Kindhouding, dat is eigenlijk ook een houding op zich in de yoga, maar dat is ook een rusthouding. We gaan de grote tenen naar elkaar toe brengen. Het zitvlak op de hielen laten zakken. En dan is het de bedoeling dat we gewoon één wang op de vloer leggen, de armen naast onze knieën met de handruggen op de vloer. En we ademen goed die buik tegen die bovenbenen. Je kunt daarbij de ogen sluiten. En lukt dat niet zo goed, dan kun je twee vuisten maken en het voorhoofd daarop laten rusten. Kom even tot rust en voel na. Degenen die op een wang liggen, mogen ook eens van wang wisselen. En dan zetten we de handen onder de schouders, dan kunnen we ons weer opdrukken. Breng die knieën bij elkaar en dan kunnen we zo rechtop komen staan. Volgende asana, dat is de heldenhouding. Dus daar gaan we de benen goed voor spreiden. Doe eerst de rechtse kant, dus rechtse tenen wijzen helemaal naar rechts en de linkse tenen komen een beetje naar de binnenkant. Zorg dat je goed evenwicht hebt.
De romp is nog naar voren gericht. Dan gaan we inademen, armen komen horizontaal. En op een uitademhaling gaan we met de romp naar rechts draaien en gaan we die knie brengen, ongeveer boven de enkel. En dan gaan we naar die vingers kijken en doorademen. We gaan ook een keer op een uitademhaling linkse arm bijbrengen. En precies of we pijl en boog gaan afschieten, gaan we dan op een inademing terug. Die pijl precies trekken. En goed, die schouders naar achter. Het is niet de bedoeling dat we helemaal naar achter leunen. Goed, die schouders naar achter, dat de borst ook weer hier ruimte krijgt. En dat doen we ook dadelijk langs de andere kant. Dus jullie mogen met mij meedoen. Goed, grote spreidstand. Tenen naar rechts draaien. En van de linkervoet komen die tenen een klein beetje naar binnen toe. Romp nog naar voren gericht. Adem in, armen horizontaal. En op uit draait de romp naar rechts. We gaan onze knie laten zakken, ongeveer tot boven die enkel. Kijk naar de rechtervingers. En adem even door. Dat is een stevige op de benen. Ook is dat voor u te lang, kom altijd uit een houding, nooit forceren. Ook al blijf ik daarin staan, we gaan nooit te lang in een houding staan. Maar is dat voor u te lang, kom er gerust uit. Dan gaan we uitademen en op een nieuwe inademing gaan we rustig die linkerarm achtertrekken, alsof we pijl en boog aanspannen. Adem nog een paar ademhalingen. Goed, schouders naar achter. En dan komen we rustig terug naar het midden. De voeten draaien terug naar het midden. Doen eens twee tussenademhalingen. Goed die borst nog eens open trekken. En dan maken we ons klaar voor de linkse kant. We draaien nu de linkse tenen helemaal naar linkerkant. Rechtse tenen een beetje naar binnen toe. Romp is nog naar voren gericht. Ademen. Armen horizontaal. En op uit draaien we nu naar links en gaan we die knie buigen tot ongeveer boven de enkel. Adem rustig door, kijk naar die vingers. Op een uitademing brengen we rechterarm bij en adem in, gaan we die rustig terug naar onze schouder brengen alsof we pijl en boog aanspannen. Goed, extra schouders naar achter en adem nog eens door. En dan komen we terug naar het midden. Draai de voeten naar het midden. Doe nog eens twee tussenademhalingen. En dan komen we terug op ons matje. We komen recht op de knieën zitten. Knieën ongeveer op heupbreedte. De voetbogen aan de vloer. Volgende asana is de kameel. We gaan de gemakkelijkste versie doen. De moeilijkste is helemaal tot aan de hielen, maar dat doen we niet voor 55 plus. Ook niet doen als je rugklachten of nekklachten hebt. Zeker niet. Deze gaan we dus recht op de knieën. We plaatsen de handen. Eigenlijk een beetje de helft van onze onderrug. En de vingers die wijzen naar beneden op onze poep. We gaan ook meedrukken met die handen. Je kunt dat alles proberen dat je meeveert. Ellebogen gaan goed naar achter, zodat we weer die borst opentrekken. Dus de bedoeling op een inademing, dat we met de handen tegendrukken, naar achter buigen en het hoofd laten hangen. Heb je nekklachten, dan kijk je gewoon naar voren en druk je extra die borst naar boven. Goed, schouders naar achter. En dan komen we terug naar het midden. Dus dat is de volgende asana. Dus goed die handen zetten, dat we goed kunnen meedrukken. Kijken we recht voor ons. We ademen in, drukken met die armen en die handen mee. Borst naar voren.
hoofd laten hangen. En trek nog eens extra die ellebogen naar elkaar toe. Adem rustig door. Forceer je niet, is te zwaar, kom je er eerder uit. En dan komen we rustig terug naar het midden. Gaan we terug even navoelen. Kindhouding, met ditmaal gestrekte kindhouding. Dus grote tenen naar elkaar toe brengen. Dan gaan we de armen strekken. En dan gaan we het voorhoofd op de vloer leggen. En rustig ook het zitvlak laten zakken naar de hielen. Geeft dit te veel rekking in de schouders, kan je gewoon de onderarmen aan de vloer laten rusten. Dan schuiven we rustig die handen onder de schouders. Kunnen we weer die knieën bij elkaar brengen. Ons opdrukken. We gaan weer ons lichaam opzij laten vallen. Kunnen we de benen voor ons uitschudden. Voor de volgende asana, de brughouding, gaan we eerst een beetje met beweging doen. En dan gaan we daarna even in de houding blijven. Dus we gaan de knieën inplooien. Voeten zetten we ongeveer op heupbreedte. We leggen ons aan de vloer met de onderrug goed in de mat gedrukt. Je kunt die voet een beetje dichter zetten. Armen zijn dicht bij het lichaam met de handpalmen naast u, want je gaat een beetje meedrukken op die armen. En is de bedoeling op een inademing dat we goed het bekken naar boven duwen. We spannen ook die bilspieren aan. We drukken mee op die onderarmen. En op uit laten we rustig zakken. Dan gaan we extra die onderrug nog eens terug in de mat duwen. Dus we hebben een bekkenkanteling. Gaat dat voelen. In. En uit. Doen we een aantal keer op eigen tempo. En dan gaan we dadelijk ook even in die houding blijven. Dus dan blijven een aantal ademhalingen boven. Adem ook rustig door de neus. Doen we nog een laatste keer met beweging. En nu de volgende inademhaling. Gaan we rustig boven blijven. Goed bilspieren aanspannen. Meedrukken op die onderarmen. Probeer een beetje die kinputje van de keel te brengen. En adem rustig door de neus. Is het te zwaar, mag je altijd eerder laten zakken. Adem nog eens goed in. En op uit. Gaan we rustig laten zakken. Dan gaan we ons opdrukken op de onderarmen. Gaan we die benen weer naast ons zwieren. Komen we terug op handen en knieën. Knieën weer terug op heupbreedte. De vingers onder de schouders. Weer goed
de vingers spreiden, dat we goed steun hebben aan de mat. Voetbogen zijn nog aan de grond. Het is de neerwaartse hond, ook een heel bekende in de yoga. Ik ga die eerst even voordoen. Dus we gaan op een inademing onze tenen in de vloer zetten. En op uit gaan we ons opdrukken. Je kunt nog op die tippen blijven staan. Goed, dat hoofd tussen de armen. En op een volgende uitademing kunnen we die hielen laten zakken tot waar het kan. En we ademen door in deze houding. Lukt dat niet, dan ga je op de tippen staan en dan ga je gewoon even een kniksje in die knieën brengen. Je kunt ook zelfs bewegen. Doe wat voor u kan en dan komen we terug op de knieën. Dus goed eerst handen en knieën op heupbreedte. Goed steun zoeken, dus vingers spreiden. En de voetbogen zijn nog aan de vloer. We kijken naar de mat. Dan ademen we eens in door de neus. Zetten we die tenen al in de mat. En op een uitademing drukken we ons op. Goed hoofd tussen de armen. Blijf even op die tippen. Dus noods bewegen, benen buigen. En wie kan, mag op een uitademing de hielen naar de vloer brengen. Even doorademen. Adem nog eens goed in. En op uit gaan we terug op de knieën. Gaan we weer even navoelen. Gestrekte kindhouding. Dus grote tenen naar elkaar toe. Gestrekte armen en voorhoofd aan de vloer. Adem weer goed even rustig. De buik tegen de bovenbenen. Gaan we weer de handen onder de schouders zetten. Dan is het nog een houding op de knieën. We noemen die de nederige houding, maar dat is eigenlijk die stimuleert het hart en ook de opwaartse energie. Dus we gaan ditmaal niet zitvlak naar de hielen brengen, maar omhoog laten steken. We gaan ons voorhoofd aan de vloer brengen. Ik ga het misschien eerst zo even uitleggen. Het is de bedoeling dat we achter de rug de handen in gebedshouding gaan brengen en dan de armen naar boven. Dus voorhoofd zet je aan de vloer en dan ga je die armen heffen tot waar het voor u kan en rustig doorademen. Dus dat is de houding, daar gaan we in blijven. Is dat een beetje te veel op de schouders, want dat is een redelijke rekking, dan mag je ook gewoon de handruggen op de onderrug leggen of je laat de handen van je weg wijzen. Dat kan ook. Dus doe wat voor u past. Zet goed je voorhoofd aan de mat. Degene die kunnen, handen in gebedshouding. En op een inademing ga je rustig die armen omhoog brengen waar het kan. En adem rustig door. Adem nog eens goed in. En op uit lossen we de houding. Zetten die vingers onder de schouders. Drukken ons op. En dan komen we terug in Sukhasana, in kleermakerszit. Mag je die schouders nog eens losmaken. En dan doen we ook samen nog een torsie. Torsie is de draaiing van de wervelkolom. Het is altijd goed voor de ruggengraat te versoepelen, maar dat is ook heel goed voor de spijsvertering.
We doen die even samen. Adem in. Goed opstrekken. Handpalmen naar boven toe. En op uit gaat nu linkerhand naar rechterknie. En rechterhand achter het zitvlak. En we draaien het hoofd over de rechterschouder. Die schouder is laag en ontspannen. Je kunt erbij de ogen sluiten. En we ademen rustig door. Dan ademen we in, komen we terug naar het midden, strekken ons weer op, handbalpunt tegen elkaar, goed naar boven toe. En op uit gaat nu rechterhand naar linkerknie en linkerhand achter ons door, ons hoofd over linkerschouder. En we ademen weer rustig door. Adem ook goed in die flanken. We komen naar het midden, ademen nog eens goed in. En op uit gaan nu de handpalmen in namaste-houding voor het borstbeen. En dan zijn we klaar voor onze eindontspanning. Normaal doe ik dit op een muziekje, dus voel je vrij om op de achtergrond bij jou thuis een muziekje op te zetten, heel zachtjes, of geniet gewoon van de stilte en volg mijn stem. Je mag een dekentje nemen en daaronder gaan liggen, zodat je niet afkoelt. En maak het even gezellig. Geef je even de tijd om je goed te leggen. Het beste is in Shavasana, dus in ruglig. Benen goed gespreid. Voeten vallen ontspannen naar buiten toe. Armen en handen losjes naast het lichaam met handpalmen naar boven. En sluit dan maar ontspannen je ogen. Terwijl jullie rustig liggen, richt dan de aandacht eens even op de ademhaling. Probeer er niets aan te veranderen. Adem weer gewoon rustig in en uit door de neus. Voel hoe bij elke inademing de koude lucht langs de neusvleugels naar binnen gaat. En hoe bij elke uitademhaling warme lucht terug de neus verlaat. Rustig en kalm. En je kan misschien voor deze meditatie ook terug de handen op het hart leggen. Maak goed contact met dat hart, met je gevoel. En ga uit je hoofd. En merk je nog gedachten of emoties op? Dat mag, dat is oké. Maar doe er niets mee en laat die gewoon aan je voorbij gaan. Alsof ze in een wolkje in de lucht zitten en gewoon voorbij drijven. Je geeft er geen extra aandacht aan. Blijf bij je gevoel, bij je hart. Gedachten en emoties merk je op. En je laat ze gaan.
Dan richt je je aandacht even op de contactpunten met de ondergrond, met je matje. Je achterhoofd. Nekwervels. Schouders. Je hele wervelkolom. De armen. De handen. Heupen. Billen. De achterkant van de bovenbenen. Knieholten. De kuiten. En de hielen. Laat het lichaam zwaarder en zwaarder worden. En dieper in je matje wegzakken. Helemaal ontspannen. Het lichaam wordt loom en zwaar. Dan ga je even met je aandacht naar je hart. En je probeert daar een mooie roze kleur in te ademen. En doe dat maar in het midden van je borstkas. Daar ligt het energetische hart. En dat gaat iets makkelijker als je daar een roze bolletje of een bloem of een ander voorwerp visualiseert. Laat uw intuïtie maar zijn werk doen. En zie het oranje voorwerp op deze plek, in het midden van je borstbeen. En op een inademhaling laat je dit steeds een beetje groter en groter worden. Heb je het daar moeilijk mee, kan je ook zeggen, mentaal tegen jezelf, ik laat het roze voorwerp in mijn hart groter en groter worden. Als je een bloem visualiseert, kan je zien hoe die bloem zich meer en meer opent. Doe dat rustig bij elke inademhaling. Zie hoe het voorwerp groter wordt. Hoe er meer en meer een roze kleur je hart vervult. Dan ga je met een uitademhaling die roze kleur uit je hart laten stralen. Ver naar buiten toe, buiten je lichaam. En je kan dat ook weer laten groeien. Met elke uitademhaling straalt de roze kleur iets meer uit je hart. En probeer dit ook te visualiseren, anders zeg je dit mentaal tegen jezelf. En stuur dit met een uitademhaling. Als je ziet dat de roze kleur ver buiten je lichaam straalt, en hoe jij helemaal straalt, dan ga je iemand in gedachten nemen die je al heel lang niet meer hebt gezien nu, of die je mist. Het mogen ook meerdere personen zijn, of een dier. Zie die persoon of dat dier voor je en plaats ze in het roze licht. Laat jouw liefde stralen voor deze persoon of het dier. En dan ga je die persoon of het dier heel klein laten worden. En je gaat ze in je hart plaatsen. En daar zullen ze voor altijd blijven zitten. En zie dit ook voor je. Laat ze klein worden en plaats ze in je hart. En ga eens even na hoe dat gevoel is. Welk gevoel geeft het jou? Een warm gevoel? Of meer ruimte in dat hart? Blijf ook rustig doorademen.
En een glimlachje nog eens naar je hart. Voel nog eens één keer die warme liefde. Open je hart helemaal voor jezelf, voor heel de wereld. Laat je liefde stralen. Geef jou altijd een goed gevoel. En dan mag je stilletjes met je aandacht terug in de ruimte komen waar je nu bent. En beweeg dan maar eens zachtjes de tenen, de voeten, de vingers, de handen, je armen. En strek die armen maar eens hoog boven het hoofd. Trek je maar eens goed uit. Duw die tenen van je weg. Trek ze naar je toe. En voel het verschil tussen spanning en ontspanning. Als je wil, kan je nog een beweging maken die je graag doet. Bijvoorbeeld de knieën optrekken voor het borstbeen. En dan eens wiebelen van links naar rechts. Of rondjes draaien met de knieën. Masseer die onderrug. En dan schuif je de benen maar terug van je weg. Dan wrijf je de handpalmen nog eens goed warm. En dan leg je ze maar als kommetjes op de ogen. En voel naar die warmte op de oogleden. Laat die ook doortrekken doorheen het lichaam. En wrijf dan de vingers af langs het aangezicht, de hals, het borstbeen. En schud die handen maar eens goed los. Alle energie die we niet meer nodig hebben, schudden we van ons af. Alle spanningen, alle stress, schud ze van je af. En als jullie er klaar voor zijn, mag je nog heel even de ogen open doen en terug in Sukhasana komen, in kleermakerszit. Goed op de zitpotjes kan je doen door wat naar voren te leunen. Ga je de handen plaatsen in Gyan Mudra, duim en wijsvinger tegen elkaar, andere vingers gestrekt, schouders laag en ontspannen. Sluit nog even terug die ogen. En sluit nu in gedachten de les af met dankbaarheid voor je lichaam. Nog een paar rustige ademhalingen door de neus. En noem ook in gedachten nog drie dingen waarvoor jij dankbaar bent. Dankbaarheid opent het hart. Dat kunnen ook kleine dingen zijn. En dan doen we weer rustig de ogen open. Laat de ogen wennen aan de ruimte. En dan wens ik jullie veel liefde, geluk, een goede gezondheid. Namaste. En graag tot volgende week nog een keer. Dag.